Deze fuga is een stuk wat Bach eigenlijk oorspronkelijk niet voor orgel geschreven heeft, maar voor viool. Bach was tamelijk origineel in het schrijven voor muziek voor viool solo, want zoals dat in de barok hoorde, er was altijd basso continuo bij. En Bach heeft een aantal sonatas en partita's, noemde hij ze, voor viool geschreven alleen. Maar hij schreef er ook fuga's voor. Een arme violist, dat is natuurlijk lastig voor zo'n eenstemmig instrument om dan meerstemmig te moeten spelen. Bach heeft later besloten dat werk voor orgel te schrijven, om te schrijven, te bewerken. Waarbij hij natuurlijk de mogelijkheid had om de organist die dingen te laten spelen die hij eigenlijk al in zijn hoofd had toen hij het voor viool schreef. Op viool is het soms heel lastig om die meerstemmige muziek te spelen, bijvoorbeeld in akkoorden. Als je een viool hebt, dan liggen de snaren niet allemaal in één vlak. Je moet met de strijkstok van de ene naar de andere, over de volgende naar de vierde toe. En op die manier kun je een akkoord spelen, zodat het op viool ongeveer zo zou klinken. De passage die ik nu wil voordoen. Op orgel kun je dat natuurlijk tegelijkertijd pakken, maar Bach gaat erin verder. Hij weet bovendien een pedaal, een interessant figuurtje aan te brengen, wat de climax nog verhoogt. En de linkerhand komt ook nog eens. En bovendien weet hij het akkoord spannender te maken door het verminder te maken. Met andere woorden, het wordt zo. Veel voller en misschien ook wel dichter bij de bedoeling die Bach al had toen hij die vioolversie schreef. Er is een andere passage die ik als voorbeeld wil geven die op viool op zich fantastisch klinkt. Echt violistisch. Zoals dat veel voorkomt in vioolpartijen, ook in orkeststukken of vioolsonates. Maar Bach weet dan daar toch nog zoveel aan toe te voegen dat het op orgel eigenlijk interessanter wordt. En hij voegt hier iets van het nieuwe instrument toe wat je op het viool echt niet mist. Maar hij had kennelijk de behoefte om het orgel hier ideaal in te zetten op de manier waarop het liggen blijven van de klank, het volle van de klank en het begeleiden in de akkoorden tot zijn recht komen. En dan krijg je dit. Op deze manier weet Bach van dat oorspronkelijke simpele vioolvoorbeeld dus echt een orgelstuk te maken, wat we zelfs in de echte orgelstukken nauwelijks op deze uitgesproken manier tegenkomen.